Amber, ja, de jonkies hebben het gedaan bij KRC Genk. Ja, inderdaad. Een paar sterke ouders die we missen. En uiteindelijk was dat goed opgevangen door de jonkies, ook in de aanval. Gwendy en Silke en Esther Knevels en ook de rest, die allemaal heel goed hun best gedaan, goede snelheid hadden. En ja, dit was beloond tot de overwinning. Ja, 1-5 winst. Is het zo makkelijk gegaan dat het lijkt? Goh ja, makkelijk. Ik denk dat we vooral een moeilijk veld hadden. Maar we hebben ervoor geknokt. Van minuut 1 waren we echt compact en uiteindelijk is dat goed gelopen. Dus ik denk wel dat we het goed hebben gedaan. Hoe heb je de wedstrijd zelf beleefd? Goh, in het begin natuurlijk veel zenuw. Dat is de eerste keer dat ik mag starten dit seizoen. Maar ik denk wel dat ik het goed heb gedaan. En ja, Kelly Paulus staat normaal op mijn positie. En ik probeer haar zo goed mogelijk nu op te vangen. Want, ja, dat... Die vervang je natuurlijk niet zomaar. Hou lief? Die vervang je natuurlijk niet zomaar. Nee, dat klopt inderdaad. Dat is echt een sterkhouder. Dus ja, als jonkie moet je dan maar je best doen. Maar dat is goed gelukt, denk ik. Je hebt goed je best gedaan. Een goede wedstrijd gespeeld. Ja, dank u wel. Okay. Je kan terugblikken met dit Racing Genk op een geslaagde namiddag, denk ik, hier. Ja, inderdaad. Want het was ook al een tijdje geleden dat we gewonnen hadden. Dus dat geeft nu vertrouwen voor ons allemaal.